Welkom bij een nieuwe vlog. In deze vlog spotten we op een van onze laatste dagen in Noorwegen nog een zeearend terwijl we aan het vissen zijn. We bezoeken Kristiansand, een gezellig stadje in het zuiden van Noorwegen. En deze boot gaat ons naar Eemshaven in Groningen brengen. Sold the house and we took the kids on the road where we found bliss, collecting adventures. We'll take you with us to explore in the north surrounded by the fjords, collecting adventures. Kijk, je hebt al veel gevangen, hè? Heb je ze geteld? Nee. Ik denk wel een stuk of vijf al, hè? Ik voel je ook een beetje. Oh, wacht even met die auto. Wat ging je zeggen, Kai? Ik dacht dat ik wel beet. Ja. Oh, dat jou weer beet? Nee, toch? Ik voelde me een beetje aan trekken. Oh. En je hebt ook al twee gevangen, Guus? Ja. Hele grote, dikkert, hè, net? Ja. Dat is een mooie. We zijn weer beter, hoor. Ik heb nog wel een stengel. Lief, klein baarsje. Nee, het is geen baarsje. Jawel. Ja. Heel kleintje nog. Kleintje. Maar ik had goed gevangen, toch? Ja, heb je goed gedaan. Je gaat nu lekker, hè? Ja. Hoppatee. En ineens kwam daar een zeearend overgevlogen. Goedemiddag. Nou, het is 12:30. We zijn aanbeland in Kristiansand. Kai heeft helikoptertjes gevonden. Ja, het is wel echt herfst aan het worden hier. Je ziet het aan de bomen. Sommige zijn wat roder of oranje, meer oranje dan andere bomen. Maar je ziet het aan de blaadjes op de grond. Er zitten een paar namelijk in de tak. Ja, de afgevallen tak, hè. Maar we zijn dus in Kristiansand. We staan hier aan een strandje. We staan net buiten het centrum. En er is een heel irritant alarm aan het piepen van iemand. En wij staan nu dus zo. We steken heel erg over. De wielen staan gewoon veilig oké. Maar ik denk dat we nog nooit zo ver hebben overgehangen. Op zich wel een beetje spannend. Maar goed, we hebben stenen onder de voorwielen en we staan geleveld. Dus er kan nu niks gebeuren. Dus morgen met wegrijven. Een beetje voorzichtig, maar dat komt wel goed. En dan gaan we nu even lunchen en dan Kristiansand verkennen. We gaan even de stad verkennen met steps. Ik ben benieuwd. Er hangt daar een donkere wolk. Maar het blijft droog. Captured you in a foggy cloud, baby. Standing on my toes on the edge, I'm ready to go. En we beginnen bij de Fixers Briga. Een oude vissershaven met kleurrijke gebouwen, waar vooral heel veel restaurants te vinden zijn. Let's face it, we only got this life to live out.
En in het centrum van Kristiansand trakteren we onszelf nog op een gebakje en een ijsje. En tenslotte bezochten we Posebayen, een oud stadsdeel met houten huizen die kenmerkend zijn voor heel veel dorpjes in Zuid-Noorwegen. En we sluiten onze dag hier af en eigenlijk een beetje onze Noorwegenreis. Noorwegenreis, ja. Bij de McDonald's, waar anders. McDonald's! Oei! Nou, we hebben weer Scandinavisch weer hoor. Lekker. En hij is groen. Groen, een kikker. Wow. We gaan morgen met de boot. En vanmiddag had ik mijn eigen paspoort nodig voor tax-free shoppen, geld terugkrijgen. En toen zag ik dus maar 3 paspoorten. Die van mezelf, van Sepp en Kai. En die van Kim waren dus kwijt. En we hebben alles overhoop gehaald. Ja. En uiteindelijk hebben we hem gelukkig nog gevonden. Maar ik zat heel erg in de stress. Kim niet, maar... ik had het gevoel, komt wel goed. Ik had ook het gevoel, komt wel goed. Maar ik zat wel heel erg in de stress. Maar we hebben hem nog gevonden, gelukkig. En kijk eens nu wel... Ja, het is ook wel... Het is echt een grote sorry. En dan hebben we al wat opgeruimd ervan. Dus het... Goed. Ja, we kwamen er ook nog achter dat er in de dubbele, dat er in een opruim vak wat we ergens hadden nog heel veel vocht zat. Dus al onze fototoestellen, camera's. Ja. Hebben we waren zeiknat, helemaal vol met vocht. 2 spiegelreflexcamera's, 6 lenzen, allemaal echt vocht. Dus ik hoop dat alles nog werkt. En zo niet, dan hoop ik dat we een hele goede verzekering hebben. Zo, goedemorgen. 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 Onze laatste ochtenddag in Noorwegen. Vanmiddag pakken we de boot. De boot, de boot. En het is stralend weer. Maar vanmiddag, einde van de middag, breekt er weer een storm los. En dan wordt het windkracht 5 tot 6 als we op de boot zitten. Ik weet niet precies wat het verhaal is van dit eiland, maar er zijn heel veel bunkers. Hier achter mij zie je ook een bunker. Is dit en ik denk dat deze ook weer deel uitmaken van de linie vanaf Noorwegen tot aan, wat was het, Spanje? Portugal. Het is hier wel heel, heel mooi.
Zo, we zijn weer aangekomen in de camper. We hebben de hele camper klaargemaakt om te vertrekken. Bed omhoog. Dus we gaan nu eventjes afscheid nemen van Paul en Yvette. En dan rijden we naar de terminal om in te checken. En als het goed is kunnen we rond 2:30 ongeveer de boot op. En vertrekken we om 3:00 richting Nederland. Ik ben wel niet naar de boot. Het gaat vannacht stormen. Windkracht 5, 6. We gaan het zien. Nou, we zijn op de boot. Wij hebben alles ingeladen, denken we. Ja. Zullen de hondjes nog eventjes pakken en dan gaan we naar dek 5. Dan gaan we onze kamer opzoeken. Als we er al op mogen. Als we erop mogen, ja. Dat wordt nog omgeroepen. Dus we mogen waarschijnlijk nog niet de kamer in. Dus dat wordt niet zo leuk met de honden, denk ik. Maar goed, het is wat het is. Het is nu 4:15. We zijn om iets voor 3 vertrokken. En de zee is op zich relatief rustig, maar ik voel hem wel. Ik zie het wel een beetje zo gaan als je naar de horizon kijkt. Maar ik heb er wel al een beetje last van, dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat zijn. Hoe laat is het? 2:30. Oh. De boot gaat enorm heen en weer. En Puk. Die wil niet in de mand, Puk. Mand is daar onder het bed. Oh, oh, oh. Dus ze wil ook niet bij Kai op bed, maar wel bij mij op bed. Ja, ze wil wel bij Kai, maar het lukt u niet om bij Kai op bed te gaan. Nou, lekker slapen. Lekker slapen. Nou, op zoek naar de camper, jongens. Daar!
Daar, moet je, daar staat die boot en daarachter staat de camper. Het is daar gigantisch ingebouwd. Er staat een hele grote boot naast ons. En er is bijna geen ruimte om de camper in te gaan. Echt lekker ook naast een boot, super handig. Ja, zeker omdat de deur zo lekker open kan. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. We zijn weer in de camper. Ja, we zijn even aan het ontbijten na een onrustige nacht. Nou, het was echt verschrikkelijk. Ja, het is, we hadden behoorlijk wat deining en het was allemaal niet zo heel relaxed. Nou, het waren gewoon mega hoog. Kinderen waren onrustig. Ik moest er nog uit voor de honden, omdat die uiteindelijk toch moesten plassen om 1:30. Die wilden namelijk niks doen op het hondendek. Nee, dat... Gewoon rubberen matten. Rubberen matten. En daar moeten ze dan bovenop plassen en poepen. Dus ze hebben alleen geplast. Ja. Uiteindelijk, na 3 keer uitlaten. Maar goed, dat is nog gelukt. De kat uiteindelijk nog bij mij op bed geslapen. Ja. Mm-hmm. En ik ben uiteindelijk om 6 uur pas in slaap gevallen. En? Maar goed. We zijn er. De kat heeft ook bij mij geslapen. Ja. Maar... En nu gaan we rijden en we weten eigenlijk nog niet waarheen. Hallo. Yeah. We zijn weer in Nederland. Ja. Na een onstuimige nacht op de boot. Dat was eventjes niet zo relax. Nee. Maar goed, dat hebben jullie gezien. We gaan nu een paar weken in Nederland verblijven. En dan gaan wij richting Frankrijk daarna. In Nederland gaan we niks vloggen. Disneyland. Dat is leuk. We gaan een paar dagen doen. Daarna... Weet we nog niet. Niet eigenlijk. Nee. Dus jullie gaan het ook zien allemaal. Ja. Ja. Maar wat vonden we van Noorwegen en Zweden? Ja, jij zou zeggen Scandinavië, het is allemaal hetzelfde. Maar dat is het zeker niet. Mega groot verschil. Ja. Zweden... We zijn natuurlijk wel begonnen in Denemarken. Ja, dat hebben is we niet veel van gezien. Lang geweest. Het was wel een beetje noodgedwongen, omdat we gewoon de LPG moesten tanken. En wij moesten gewoon... echt het land verlaten. Wel op zich wel jammer, want volgens mij het mooiste stuk van Denemarken hebben we nu niet echt gezien. Het laatste eiland, zeg maar. Nee, maar goed. Kan nog een keer. Ik wilde ook gewoon graag naar Zweden. Ja. En Zweden is wel echt een mooi land om te camperen. Het is veel ruimte, veel plekjes, veel vrijstaan plekjes. Sommige zijn niet allemaal even makkelijk te benaderen. Maar over het algemeen wel heel mooi. En overal gelegenheid om kampvuren te maken. En chillen. Ja. Gewoon lekker de rust en de ruimte. Vriendelijke mensen. Iedereen spreekt Engels. Ja, dat geldt trouwens ook voor Noorwegen. Ja. En heel veel meertjes waar je aan kan staan. En waar je gewoon echt wel met je eentje vaak stond. Of met z'n tweeën. Ja, wat me wel tegengevallen is aan Noorwegen of Zweden. Is dat ik dacht dat de mensen daar altijd heel... bewust bezig waren met voeding en dat soort dingen. Maar dat is dus niet het geval. Er zit zelfs heel veel suiker in het brood. Brood is super zoet. En biologisch is niet zo heel veel te vinden. Ook de groente, al niet. Groente en fruit is heel beperkt. Ja. En inderdaad vegetarisch ook. Zonde, jammer. Dus dat en dan alles was wat even zoeken. Ja, en alles wat een beetje gezond was, dat was dan heel duur. Alles was wel duur in Zweden. Vooral de diesel ook. Maar ook de boodschappen. Ja, alles eigenlijk. Maar als je dan gezond wilde gaan eten, was het helemaal verschrikkelijk. Ja, dan moest je wel echt even... ten eerste was het een zoektocht en ten tweede in de weideltasten. Maar goed. Ja. Maar hebben we ook met alle national parken die er zijn, alle watervallen. Heel mooi. Heel mooi. En heel uitgestrekt. Dus je maakt gewoon heel veel kilometers. Ja. Op gravelwegen ook nog heel veel. Wel makkelijk toegankelijk met kinderen. Ja. De wandelingen daar, die zijn... best te doen met kinderen. In tegenstelling tot Noorwegen. Ja. Daar is het moeilijk te doen. Maar dat hebben jullie gezien. Nee. Verder. Zweden is... als ik nog een keer terug zou gaan naar Scandinavië. Dan ga ik voor Zweden. En niet zozeer voor Noorwegen. Finland. Was wel heel mooi. Finland hebben we niks gezien nog. Nee, dat weet ik. Maar we hebben het nu over Zweden. En het noorden van Noorwegen hebben we natuurlijk ook gemist, hè? Zo over teruggaan gesproken, dan
Ik zou dan het liefst via Finland naar boven gaan en dan naar de Noordkaap, Lofoten, Zweden terug. Zoiets. Maar goed. Oké. Dat duurt nog even waarschijnlijk. Maar Noorwegen dan nog? Zweden, love it. Noorwegen, moeilijk. Ja, het omschrijft het denk ik wel, want de boodschappen zijn tering duur. Echt heel duur. Diesel is daar wel iets goedkoper dan Zweden, maar ook nog wel heel duur. De vrijstaanplekjes zijn gewoon moeilijk te vinden. Ja. Er is daar gewoon heel veel berg. Dus op zich is het ook logisch dat de wegen tussen de bergen doorlopen. En als je dan een vrijstaanplekje hebt, dan is dat naast de weg en niet te berg, zeg maar. Dus ook logisch. En je hebt eigenlijk ook maar één doorgaande route van noord naar zuid helemaal. Ja. En wij hebben natuurlijk nog langs de kust een stukje gereden. Maar goed, het weer was toen zo slecht dat we dachten, wegwezen hier zo. Die scenic routes zijn wel echt mooi als echt je briljant. Er bent. En je kan er een paar rijden. Echt doen, want ze zijn echt heel mooi. De natuur in Noorwegen is ruig en onherbergzaam. Supermooi. Zweden is gewoon wat liefelijker en wat rustiger. Ja. Ja, dat is denk ik wel het verschil tussen Zweden en Noorwegen. Ja, en natuur. Ik vind de natuur, als we hebben gewoon echt, we hebben zoveel mooie beelden geschoten van dat we aan het rijden zijn. Die we ook gewoon niet in de vlog konden doen, omdat er gewoon veel te veel zou worden. Maar dat was wel echt genieten. Ja. Ja, dus de wandelingen zijn super mooie wandelingen, maar ze gaan allemaal de berg op. Dus het is gewoon best wel heel erg pittig. Ja. Met kinderen is dat ook gewoon best wel lastig. Nou, Sepp en Kai wilden op een gegeven moment ook gewoon niet meer wandelen, omdat het gewoon te heftig voor ze was. Dus dat was jammer. Ja, ik snap het ook wel. Met die kleine beentjes van ze. Ja. Ja. Dus wat kunnen we nog meer zeggen over Noorwegen? Ja, haat liefde wel een beetje. Dus, mensen komen een beetje nors over. Ja. We hebben ook gegoogeld op de typische Noorse persoon, zeg maar. En dan staat er wel bij, is op zichzelf en laat niet zomaar iemand binnen. Niet altijd gedag zeggen. Dus, nou, dat hebben we gemerkt, maar op een gegeven moment, als je wel door blijft vragen, als je contact hebt, dan zijn het echt hele behulpzame mensen. En valt het allemaal wel mee. Dus het is een beetje de buitenkant. En ze zijn heel erg op de regels. Zodra je iets doet wat eigenlijk niet oké is, dan is het doe je. Je ziet er ook bijna geen politie, maar dat is ook niet nodig. Want je wordt gewoon door de rest van de bevolking erop gewezen dat je iets doet wat niet helemaal in de haak is. Niet dat wij zoveel verschrikkelijke dingen hebben gedaan, maar we hebben gewoon wel een paar kleine dingetjes gehad. Nee, we stonden een keertje ergens stil om de drone op te laten terwijl we aan de rijen waren. En dan de drone mee te laten vliegen. En toen stonden we ergens stil. En toen kwam er een Noorse man naast ons staan die eerst heel vriendelijk vroeg of we problemen hadden. Toen ik zei dat alles oké was, toen werd hij een beetje boos, want we stonden echt in de weg. Ja. Nou had ik wel gekeken of het veilig was, dus we stonden gewoon op een plek die goed overzichtelijk was. Dus het was niet gevaarlijk waar we stonden, maar toch. Ja. Dus dat is een beetje wel Noorwegen, denk ik. Ja. Supermooi, onherbergzaam, maar met de camper en kinderen iets moeilijker te bedwingen dan Zweden. Ja. En een stukje duurder. Maar ik denk als de kids wat groter zijn en je kan leuke wandelingen maken en zo, dan is het wel echt wel leuk om eens weer terug te gaan. Ja. Ja. Dus dat wat betreft Scandinavië voor ons. Ja. Een hoofdstuk wat we afsluiten. En we gaan onze nieuwe plannen beginnen in Frankrijk. Daarna kerst ergens zo in Spanje, Zuid-Spanje, misschien net Zuid-Portugal. En in januari, februari willen we met nog een aantal andere gezinnen de grens oversteken naar Marokko. Leuk. Super tof. Ja. Daar hebben we echt heel veel zin in. Maar eerst nog even een paar weken in Nederland doorbrengen. En dan gaan met die banaan. Ja. En wij zijn nu 11 maanden aan het reizen. We hebben nog 1 maandje. En dan zijn we alweer een jaar onderweg. 3 december vorig jaar. Ja, toen hebben we hem opgehaald. En 14 december waren we echt een jaar onderweg. Zijn we een jaar onderweg. Dus wij dachten misschien leuk om een Q&A weer te doen. Dus mocht je vragen hebben, drop ze in de comments. En dan gaan we die behandelen. Vinden we leuk. Yes. En dan zien we jullie volgende week weer gewoon. Ja, dezelfde tijd, dezelfde dag. Yes. Tot de volgende. Doei. Doei.